We glimmen nog een beetje, maar dat gaat wel snel weer. Wat glimmen, wat glimmen. En water afvoeren. Die zijn van zink. Ja, maar dat wordt Die gaan heel snel worden. Ja. Hey! Hey, mag ik niet? Hoi. Hoi. Zijn jullie mijn nieuwe buren? Ja! Ja? Ja. Waar wonen jullie dan? Dit wordt mijn nieuwe huis. Wat is dat, jouw nieuwe huis? Oh, leuk. Martjan, wat vind je er zelf van? Nou, heerlijk. Nee, het is altijd fijn, zeg maar, als het weer afgepeld wordt, zeg maar, dat de steiger echt weggaat. En dat je, want je ziet dan eindelijk, zeg maar, dat je niet meer... Want als je op die steiger staat, dan zie je het plankje, hè? Dan zie je geen geheel nog, dan zie je plankjes. En dat is, dat is wel leuk als je dan eindelijk die steiger ziet weggaan, naar beneden staat, dan zie je ineens het hele beeld ontstaan. Is dat altijd zo, als architect, dat het pas echt gaat leven op het moment dat het onthuld wordt? Ja, vind ik wel, ja. Ja, je ziet, je hebt alle fasen wel, hè? Ja. Het is ook, ook als die hoofdstructuur er staat, dat is ook zo'n fase, weet je. Dan denk je, oh ja, die ruimtes, ja, en dan zie je de ruimtes ontstaan. En nu zie je, zeg maar, ook de verschijningsvorm, zeg maar, ontstaan. Dat is wel, dat zijn allemaal van die fasen, die verschillen, zeg maar, die je hebt. Ja, dat is leuk om te zien. Iedere keer weer, hoor. En hierna wordt het saaier. Nee, want dan gaat de gebruiker erin. Ja, ja. Nee, dat is weer zo'n fase, zeg maar, als de gebruiker het overneemt. Ja. Want dan is het ook heel spannend. Want dan gaan mensen hun gordijnen ophangen en ze gaan plantjes neerzetten. En dan denk ik, wat gaan ze dan allemaal doen? En dan denk je, Nee, dat denk ik nooit. Nee, dat denk ik nooit. En ik denk dan wel, dat heb ik nooit gedacht dat je dat ermee zou kunnen. Gaat er nou nog veel veranderen de komende paar weken? Aan de buitenkant? Nee, qua kleuren zeg maar verder niet. De onderkant nog wel, hè, want die wordt nog helemaal, zeg maar, die wordt nog geschilderd ook. En er komen aan de zijkanten, er komen nog hele zwarte planken, dus dat die echt een soort steunen nog heeft, zeg maar, aan de zijkant. Dat zwart is wel heel zwart, hè? Ja, ja, dat zwart is heel zwart. Ja, dat moet zo zwart mogelijk zijn daar beneden, ja. Want het is een beetje aarde, dat moet zwaar zijn. Dat geeft vertrouwen dat het ding lekker staat. Op witte pootjes geloof je er niet in. Ik niet. Nee. Ja, tenzij ik wil dat het gaat zweven, maar dat is weer wat anders. Ja. Kijk, waarom doe je grijs of zwart? Wat ik heel mooi vind, zeg maar, is ook als je... hier staat hij in het groen straks, hè? En met het zwart of donkergrijs, dan komt het groen heel mooi naar voren toe. En dat is een hele mooie combinatie die je dan ook maakt. Wist je dat het weer groen werd? Geef me allebei! Alles wordt groen. Toch? Tuin. Ja, het is mooi. Het is echt mooi. Nou, hoe meer groen je eromheen zit, hoe beter het in die zin wordt. Dus ik hoop ook, hè, met Joost Volks hebben overlegd, hè, dat zo'n heuvel, zeg maar, dat die eigenlijk nog herhaald wordt en dat die dan een beetje, zeg maar, daar aan de kop tegen het gebouw aanloopt. Ja. Hé, meneer, wil je ons niet filmen? Zit ik erop? Het is alleen maar omdat... Zit ik erop? Zit ik erop? Ja, we moeten weg hier. Nee, je wordt veel of anders op. Dat kan niet de bedoeling zijn. Kijk je uit dat je hem niet weg doet? Ja, mooi, hè? Ja. Moet je er weer uitknippen. Kijk, dit is de taal.